Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Ik Doe Maar Wat Craften, de serie waar ik maar wat doe. Ik ben al een week lang heel erg verkouden, dus als ik opeens in mijn video zou doen van ik ga dood, dat hoort erbij. Dan weet je dat even, dat is niet ingestudeerd, bel de politie niet, ik ga niet echt dood. Ik heb echt verschrikkelijke kuch en ik kan hem bedaren. Ik kan heel erg mijn moeite doen om niet te kuchen en dat mijn hele keel dan van binnen doet van maak me dood. Want dat is hoe kelen doen als je wil kuchen, maar je wil niet kuchen omdat je in verlegenheid gebracht bent. Deze aflevering gaan we verder waar we de eerste aflevering begonnen waren. Met ik doe maar wat kraft. Nee, we gaan verder met de achtbaan. De achtbaan! Maar waarom is het een achtbaan en geen zevenbaan of een zesbaan of een vierbaan of een vijfbaan of een driebaan of een tweebaan of een eenbaan of een nulbaan? Lijkt best wel op een nul vaak. Cool. Laten we eerst een achtbaan bouwen in de vorm van een acht. Gewoon omdat het kan. Bats, fucking grote 8, vriend. Zo, dit is een mooie 8. Even kijken, nou. Hier, dit bestaat gewoon. Ik weet niet of het ooit al eerder iemand zo'n geniaal is geweest dit te verzinnen. Hier zo'n wissel erop. En hier ook zo'n wissel erop. Ja? En dan doe je allemaal zo van dit soort rails. Dit is gewoon eventjes voor nieuw. Ik kan het ook gewoon nu zeggen. Nou, we hebben een achtbaan gemaakt. We gaan even kijken van deze aflevering. Ik ben er toe in staat. Jullie kennen mij. Ik ben zo'n grapjas dat ik gewoon doe. Nou, dit was de achtbaan. Bedankt voor het kijken. Doei. Maar niet vandaag. Ik ben dus verkouden. Voor de rest gaat alles goed. Met jullie hopelijk ook. Hopelijk jullie niet dood en zo. Weet je, jullie zijn mijn kijkers. En ik heb het beste met jullie voor. Dus dat jullie niet dood zijn, zou ik wel als geinig tof. Fucking shit. Ik haat het als mijn redstone in de weg zit voor mijn meesterwerken. Nou, dan moet ik maar hier zo. Ja, dit is lelijk. Ik weet het. Dan moet ik het ook zo doen. Weet je, doe het dan meteen goed. Nee, niet alles kapot maken, Rick. Is het nou zo moeilijk? Om even een seconde niet alles kapot te maken. Nou, blijkbaar. Oké, jij weg. Stout. Daar is nog zo'n torch onder. Niet dat het uitmaakt. Het maakt eigenlijk niet uit. Toch even veranderen. Nou, weet je wat? Als je het dan toch al lelijk hebt, maak het dan meteen helemaal lelijk, vind ik dan altijd. Doe die torches maar gewoon zo dan. Zo. Mooi, hè? Nou. Gaat er lekker in. In de achtbaan. Zo. Wee, lekker. Oh, kijk. Gaat er echt achtjes nu? Niet. Fuck. Ja, een soort van achtjes. Hij gaat nu gewoon rondjes. Is het mogelijk om deze achtbaan in achtjes te laten gaan? Waarschijnlijk wel. Even kijken hoe. Hoe? Stop, karretje, stop. Stop. Dank je. Oké. Dit was totaal niet de bedoeling om voor deze aflevering te doen. Maar ik vind het wel interessant. Als ik nu dat ga, dan gaat hij zo. Wee. Zo. Je zou zeggen dat hij dan zo gaat, maar dat is dus niet helemaal waar. Jammer genoeg. Hij gaat niet door het midden heen. Dat middelste stuk wordt genoeg. Oh, hij moet de andere kant op. Wacht. Stop. Ja, zo. Nu gaat hij ook geen achtjes. Maar toch. Wel, soms. Het is nog een acht. Het is de achtbaan. Ik kan hem wel ook in de acht laten gaan, maar dat gaat er nu niet om. De eerste aflevering bouwden we deze achtbaan. Ik ga hem even laten demonstreren, zelfs. Ja, dat doe ik niet vaak, dus let op. Huiver het en kijk het. Ik moet er wel even in. Hier is de knop. Als je heel goed bent, zoals ik, dan druk je op tijd op de knop, dan ga je naar rechts. En als je heel goed bent, zoals ik, dan rij je niet tegen een konijn op. Want daar is de achtbaan niet voor gebouwd, in principe. Aan de kant, kut konijn! Dan druk je hier op die knopjes en dan ga je naar rechts. En dan, wii, en dan kom je hierop. Yay! Dit is een nieuw deel, want wat je dus moet doen, dus je hebt twee knopjes en als je allebei goed indrukt, ga je steeds naar een nieuw gedeelte van de achtbaan en druk je op het verkeerde moment op zo'n knopje. Ga je weer terug naar het begin. Zeg maar, hier is de eerste knop daarboven. Als je daar niet op drukt, dan val je gewoon naar beneden, ga je naar links en dan ga je zo woesh, woesh, woesh. En maak je hier een mooie bocht en dan woesh en dan kom je weer op de normale plek. Oh god, ik kom er niet omhoog. Help! Dankjewel, dankjewel. Eén like is één beterschap. Mogen god met me zijn. Dankjewel. Oké, dan. Nou, het is leuk om een achtbaan te maken die door de hele Ik Doe Maar Wat Craft wereld gaat. Het lijkt me leuk om te beginnen bij aflevering 2. De penis. Wereldberoemd van aflevering 2. En ik zou dus te denken, als we hem daar nog gewoon doorgaan, naar de volgende aflevering. Dat is niet waar, ik doe ze niet op aflevering volgorde. Maar hier heb ik dan dus gedacht, ik dacht sowieso als we nou als building block sponge doen. Heel veel mensen in de reactie claimen alles te weten van Minecraft. Oké, beantwoord deze vraag dan. Kun je rail plaatsen op spons? Dan dus ja. Ik wist het ook niet, ik heb het net geprobeerd. Dan hebben we dus top als we hier nou een lever doen. Dan kun je dus gewoon, als je zeg maar de achtbaan hebt gehaald, dan kom je zo op de penisbaan. En als je er vanaf wil, doe je zo. En dan kun je zo. Waarom werkt het niet? Oh, wacht, er moet natuurlijk wel een stuk rail zijn om heen te gaan. Oké, Rick, je bent een genie. Zo. Tadaa! Dan kun je gewoon een eindig rondje zijn. Ja, ik heb het gehad. Bats! Andere kant op. En het idee is dus dat deze rail een leuke rondleiding geeft door de Ik Doe Maar Wat Craft wereld. Hier is het strand. Bekend van zijn stranderigheid. Zo. Oh, daar zijn al die mooie kleurtjes, hè. Dat is ook altijd heel mooi geweest en zo. Gaan we daar bijvoorbeeld achterlangs of dan gaan we hier even omhoog bijvoorbeeld. Je kan ook omhoog.
Ik verbied niks. Je kan ook gewoon vanaf hier al rail bouwen. Het enige probleem is dat het er soms een beetje lelijk uit gaat zien. Ik wil niet dat mijn hele wereld van Ik Doe Maar Wat Craft lelijk wordt. Maar ik vind het wel tof om zeg maar door de Ik Doe Maar Wat Craft wereld heen een hele grote rail te zien lopen over spons. Dat je ook denkt, maar wat is dit nou weer, meneer? En ik denk ook wat coole stunts erin doen en zo. Wat van die coole jumps. Dat je weer ergens anders opgevangen wordt en zo. Dat is wel altijd mijn ding geweest. Houd maar. Wat nog helemaal leuk is om te doen, als je origineel bent, wat ik ben. Wat? Oké. Even een speciale detour. Oh, wat een mooi uitzicht. Dank je. Dat heb ik nog niet eerder gehoord. Waarom zit daar een redstone torch? Dit is toch cool? Ik vind dit best wel cool namelijk. En dan gaat de rail gewoon hier weer verder. Zou dit kunnen? Is dit legaal in sommige landen of niet? Ik denk dat dit zou kunnen werken. Je gaat wel super snel hier doorheen, dus je merkt er amper wat van. Dus misschien moet ik eventjes gewoon één stukje rail doen. Of gewoon ja, vanaf hier gewoon even zo. Een beetje zo rail. Je moet natuurlijk niet te snel. We willen het ook wel weer halen. Alleen we moeten ook weer niet te snel gaan. Dus we gaan even dit testen. Nou, eventjes de rail die kant op. Flikker hier het karretje neer. Heb iemand met water? Awesome. Dat was cool. Nou, dat is dus het idee. Zo wil ik je een kleine rondleiding geven rondom de hele Ik Doe Maar Wat Craft wereld. Het zou helemaal cool zijn als je hiervoor stond, de hendel over moet halen en dat je dan verder gaat. Dat kun je doen, want als je natuurlijk op een stukje, dit is algemene Minecraft kennis. Als je op een stukje power rail die niet aanstaat, werkt het als remmen. Zie je dat? Stil. En als je hem dan weer activeert, dan wil je karretje soms nog wel eens verder rijden als hij in een goede bui is. Dus dan kun je bijvoorbeeld hier stilstaan, hier een lever neerzetten, hier een blokje TNT ernaast en dan rijdt hij weer verder. Vooral als hij op een helling staat volgens mij. Zoals dit. Dan blijft hij dus wel stilstaan, anders dat het een helling is. En als er dan een redstone erbij komt, dan doet hij het weer. Tada! Cool hè? Mooi! Nou ja, we zijn dus al hier gekomen. Nou is de vraag wat in de wereld van Ik Doe Maar Wat Craft. Ik moet trouwens echt vaker gebruiken dat als je met je middle mouse button op een knopje klikt, dat je dat blokje krijgt. Bam! 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 Oh, nu is het weer grond. Nu niet. Grond. Iron. Grond. Iron. Iron. Grond. Bats. Ik weet niet eens wat ik doe. Ik zeg ook maar wat. Doei! Oké, ik vind het wel tof om hier eigenlijk de bocht om te gaan. De bocht om te gaan. Wat je vooral vaak moet doen is dus eventjes proberen die redstone zoveel mogelijk te poweren vanaf de onderkant. Ondanks dat mijn hele grond onder zit met de redstone. Dus vaak maak ik alles kapot. Maar dat maakt niet uit. Oh, wat ook leuk is, is als we zeg maar door mijn opslaghuis heen gaan. Dat zou vet grappig zijn. Vooral als we dan hier zo'n pressure plate doen dat nachtavond wordt. Door met je karretje eroverheen te rijden. Dat zou best grappig zijn. Hier is de Serpent Gameplay Quiz. Daar ga ik niet echt veel mee doen. Maar het is wel grappig om eroverheen te rijden. Dus daar doe ik eigenlijk wel nog veel mee. Gewoon op volle snelheid, Rick. Op volle snelheid over je eigen quiz heen. Nee, ik ga niet over de hele quiz heen. Maar het is wel grappig. Oeh, Serpent Gameplay kleurtjes. Dat vind ik wel. Als je dan toch overheen gaat, hè, doe het dan wel goed. We gaan er wel even door het midden. Kom op. De Serpent Gameplay ervaring is sterk met deze. Nou, zo dan. Moet je dan even kijken hoe je dit gaat poweren. Dan ben ik ook weer eens iemand. Dan doe ik gewoon links en rechts een redstone torch. Dan is het niet meer lelijk. Het is gewoon niet meer lelijk als het gewoon links en rechts hetzelfde is, man. Zo. Gewoon weer links en rechts eentje. Bats. Tada. Ik vind het best wel grappig. En dan gaan we natuurlijk een super coole stunt doen. Oh, daar is trouwens mijn gekke bedden ding. Gaan we die kant op, jong? Maakt mij het uit? Nee, tuurlijk niet. Cool. Nou, wat vinden jullie er nu toe van? Tot nu toe is er erg veel gebeurd. Alles staat in de fik. Ah, dat maakt niet uit. Dat staat het altijd al namelijk. Dus geen zorgen. Geen zorgen, mijn dame. Dat staat altijd al zo in de fik. Hier zou je, als je weer moeite wil gaan doen, weer zo'n systeem kunnen doen dat je de hele tijd rondjes gaat. Van die man. Was een man op dumper. Die was op zo'n ecstasy feest. En dan werd hij geïnterviewd van, wat ben je aan het doen? Ik loop rondjes. Allemaal rondjes. En ik loop rondjes. En ik loop rondjes. Ieder rondje is anders. Het is echt een fantastische man. Hij staat helemaal strak en hij is, hij verkondigt het woord van hoe fantastisch rondjes lopen is. Het is bijna net zo fantastisch als door je eigen kunstwerk heen. Om het echt een lelijk kunstwerk te laten zijn. Oh, dat is wel cool. Ik kan zo recht op die lava af. Lava rondje. Dat is best wel cool. Ik hoop dat Spons niet goed fikt. Even een telefoontje gemaakt met de brandweer. Spons is erg brandbaar. Ondanks dat SpongeBob onder water leeft. Ik snap de logica ook niet helemaal. Oké dan. Nou, dat ziet er wel grappig uit. Het is misschien best wel lelijk. Jongens, kijkers. Jonge kijkers, ik heb even de brandweer gebeld en ze zeiden ja, het is niet brandbaar, maar die spons is fucking lelijk vriend, wat de fuck doe je? En ja, toen heb ik het toch maar niet gedaan. Toch wel, ik ben een waaghals. Ik ben een waaghalsie! Oké, dan ziet er goed uit. Trouwens, buiten, ja, regent het fucking hard. En het is donker alsof het, ja, avond is, maar het is helemaal geen avond. Het is gewoon een dag. Wee!
Dat was best cool. Je hebt alleen niet echt van het kunstwerk kunnen genieten. Dus, hou de snelheid wat omlaag. Op deze manier. Op deze manier gaat de snelheid wat lager. Dan gaat het karretje een beetje trager. Yeah. Misschien moet er nog wat snelheid af. Of wordt de rit dan een beetje laf? We willen wel vet snel gaan namelijk. Yeah. We willen wel vet snel gaan namelijk. Ah, is beter. Ja, allemaal door de lava. Hé, hey, je bent niet heel erg kut. Het staat er. Het staat er. Oké, okay, ja, het gaat gewoon goed nu, toch? Oké, okay, wat nu? Daar is een TNT kanon. Die hebben ze genurfd. Ik wou hem net even testen. Ik was eigenlijk al bezig met een baan. Ik dacht, je laat hem langs de TNT kanon gaan. Omdat je dan verplicht de TNT kanon moet afvuren. Moet je zien. Een blokje die normaal hierboven kwam, komt nu hieronder uit. Echt hoor, helemaal woedend. Hé, hey, vleermuis, alles goed? Best wel veel vleermuizen hier. Gezellig, dat wel. Dat echt supergezellige vleermuizen altijd. Daar heb ik altijd last van die supergezellige vleermuizen die dan supergezellig gaan doen. Dat je denkt van ja, gezellig jongens, maar waarom zo gezellig? Nou, waar zijn we allemaal meer niet geweest in Doe Maar Wat Kraft wereld? We zijn hier al geweest en daar en ook niet daar en zo. Het is wel irritant dat je vet vaak omhoog en omlaag moet en zo. Ja, wat wil je nou? Je zit er best wel in the middle of nowhere, weet je dat? Ja, weet ik wel, ja. We kunnen een beetje die kant op, alleen hoe komen we daar dan nooit? Gewoon dwars door die Serpent Gameplay quiz heen boren natuurlijk. Ah ja, dat is wel een goed idee. Ah, dat is wel grappig, dan springt die zeg maar over je oorspronkelijke ding heen. En dan ga ik door die opslagkamer heen, ergens door het midden ofzo. Ja, het is wel jammer, want het hele ding zag er vet cool uit. En ik heb vet veel moeite gedaan om het te bouwen, maar toch. Dit is ook best wel cool. Vinden jullie ook niet? Niet? Oké, dan niet! Zo moet ik dan, hè? Ik zou dit liever van glas doen, maar op glas kun je maar geen rail bouwen, dus ja. Het ziet er wel cool uit in ieder geval. Zo, een beetje. En dan doe ik gewoon een beetje zo. Dan ga je lekker rustiger doorheen. Dit is best wel cool. Ik moet er echt voor zorgen dat je echt maximaal langzaam er doorheen gaat daar. Dat je een beetje goed mooi kan kijken. Zo, hier een torchie. Oké, hoe werkt dit? We gaan even testen. Heel veel testen is altijd belangrijk. Ja, sorry jongens. Ik weet het. Test is vaak niet super interessant, maar het moet wel gebeuren. Anders dan blijkt het allemaal niet te werken natuurlijk. Ja, dat gaat veel te hard, joh. Hey. Oh, het is wel cool dat ik hem aan de andere kant eruit kan laten vallen, inderdaad. Het is helemaal niet nodig om met volle snelheid zo eruit te gaan. Zo, even nog een keer testen. Ik test het eigenlijk vanaf daar, want hier is waar je het grootste deel van je snelheid krijgt. Anders gaat hij misschien langzamer of zo. Oh shit, ik wil niet uit het karretje vallen. Yay, Bergie! Oh, dat is nog, kan nog beter. Ik ben alleen bang als ik nu weer twee stukken weghaal, dat je dan waarschijnlijk de baan niet haalt. Boeien. Oh, dan heb je ook helemaal geen power. Hoe kom je ooit die berg op dan, hè? Ha? Nou, oké. Okay. Probeer het zo dan als je durft, Rick. Ik doe mijn best. Ga het nog één keer proberen. Als nu de berg niet opkomt, dan word ik boos. Super duper boos. Maar dat gaat net goed. Oh ja, precies. Heel zachtjes. Ja! Godverdomme. Oh, dit is wel nieuw. Wacht, ik doe het eventjes zo. Zo, is een beetje zo. Blokje. Kun je bijvoorbeeld. Ik weet niet of dit werkt. Werkt dit? Nee. Werkt dit? Ja. Nou, doe het toch zo. Hè? Ben je nou blij? Nee, cool. Nee, het heeft wel wat. Dat je zo zeg maar met je karretje recht door de wereld heen gaat. Revolutie. Nou ja, hier moet je opeens overstappen op een bootje einde. Nee, dat is niet waar. Maar ja, ik kan niet. Ik ga niet weer een aflevering doen van 40 minuten. Ik had de vorige aflevering van 40 minuten. Kreeg ik vet veel gezeik over de hoeveelheid reclames die erin zaten. Dat vond ik knap. Ik ben een redelijke jongen. Ik doe gewoon mijn ding. YouTube moet je weten, heb je de functie, in principe, heeft YouTube zoiets van, ja, je hebt mensen die uploaden een video van 3 minuten en een van 30. Is het niet redelijk als die video van 3 minuten net zoveel reclames heeft als die van 30? Want die van 30 zit waarschijnlijk meer moeite in en zo. Dat is niet altijd waar, want 3 minuten zijn vaak sketches en dat soort dingen, maar dat maakt niet uit. Mensen kijken er langer naar. Het is raar als je bij iedere video van 3 minuten 1 advertentie hebt en een van 30 ook 1. Toch? Ja. Nou, je krijgt dus als YouTuber, heb je de optie om... om de 7 minuten handmatig een advertentie in een video te dumpen. En sommige YouTubers maken daar gretig gebruik van. Je hebt mensen die hebben een video van 15 minuten. En dan gooien ze 1 advertentie op de 7 en 1 op de 14. Ik vind dat achterbaks. Waarom? Voornamelijk omdat je dan op de 14 die advertentie krijgt voor dat ene minuutje. Dat vind ik gewoon bagger. Dus ja, dat doe ik dan weer niet. Maar als ik een aflevering van 40 minuten heb, dan ben ik gewoon zo redelijk. Advertentie aan het begin, die heb je sowieso. Advertentie na 10 minuten. Advertentie na 20 minuten. Advertentie na 30 minuten. Want ik kan ook de video in 4 losse delen doen van 10 minuten. Maar dan krijg je dus ook gewoon iedere keer aan het begin een aflevering. Dus in principe is het hetzelfde. Snap je? Nou, dat is dus hoe ik rol.
En dan weet je dat. Sommige mensen gebruiken... Ik had alsnog ook om de 7 minuten een advertentie kunnen doen. Dan had je ongeveer anderhalf keer zoveel advertenties. Maar niet één keer... Ja, gewoon heb je meer, 50% meer advertenties. Doe ik niet. Dat vind ik niet redelijk. Want ik vind dat je moet ook een beetje een beloning zijn voor een langere video die lekker lang is en zo. Dus ja, dan weet je dat in ieder geval. En in principe als ik een video van 15 minuten... Doe ik gewoon tak, zo in het midden zo, bam! doe ik 15 minuten, doe ik tak. Op de 7,5, rond de 7 doe ik een advertentie. Als ik een video heb van 20 minuten, doe ik altijd echt meestal meer dan 20 minuten. Als een video 19 minuten is, alsnog tak op de 7 advertentie, meer niet. Als die 20 is, dan denk ik, nou oké, okay, 2 advertenties. Dus dan 1 op de 7 ongeveer, 1 op de 14. Ongeveer, weet je, ik doe niet, ik kan hem ook op de 19 zetten, maar dat doe ik dus niet. Want dat is kut. Want dan denken mensen, ja nog 1 minuut video en een advertentie, dikke lul, doei. Klik ze de video weg, weet ook weer niet. Dus ja. En zodra een video 30 minuten is, dan heb je eigenlijk nog steeds 2 advertenties. Want dan flikker ik er eentje op de 10 en eentje op de 20, zeg maar, bij wijze van spreken. Dus eigenlijk is het verschil tussen 20 en 30 minuten niet heel veel. Ik heb allebei 2 advertenties middenin. Nou, dan weet je in ieder geval hoe dat werkt. Voor het geval je het afvroeg, sommige mensen zeiden dat YouTube dat deed. Nee, dat ben ik gewoon, ik wil je geld! Dankjewel, dankjewel. Nee, maar dat is vroeger zag je heel vaak dat gamers gameplay video's maakten van 10 minuten. En dat was dus puur, zodat ze dan meteen weer een advertentie kunnen. Ik was altijd al een jongen die zei, nou gewoon 15 minuten. En pas sinds recent eigenlijk, vroeger, eigenlijk tot een maand geleden, als ik een video van 15 minuten had, zat er tussendoor gewoon geen reclame. En nu zie ik iedereen dat doen. En je moet even denken vanuit YouTube perspectief. Ik doe YouTube totaal niet om geld te verdienen. Alleen als jij dubbel zoveel geld kan verdienen, door in plaats van 1 reclame 2 reclames te doen, door alleen maar 1 reclametje aan te vinken, is dat pittig chill. Als iemand vraagt, hey, leuk dat je bij de Albert Heijn werkt, zou je voor hetzelfde vakken vullen dubbel zoveel geld per uur willen verdienen? Ah, godverdomme wel! Of je nou leuk werk vindt of niet, tuurlijk wil je dat. Dus ja. En dan zeggen ze, ja oké, okay, maar dan moet je wel af en toe even bij één klant zijn, maar de vraag is waar de reis is en dan wijzen ze de verkeerde kant op. Je naait wel iemand, dat is jullie dan even, maar ik krijg wel veel meer geld. Hey, dat is eigenlijk, dit zijn nou de dingen die geen enkele andere YouTuber hoort zeggen. Dat hij transparant zijn en eerlijk. Er zijn wel meer YouTubers die eerlijk zijn, maar ik ben vandaag extra eerlijk. Want ik denk dat je nog nooit eerder wist dat YouTubers op de 7 minuten zelf een matige reclame kunnen gooien. Misschien was je er zelf achter gekomen, maar het kwam niet uit zo'n mondje. Zo'n YouTube mondje. Wat nu eigenlijk? Ik ben een beetje aan het rondvliegen. Ja, dat is leuk. Als dat je ding is, maar je schiet er niks mee op. Nou is de vraag, waar komt het karretje uit? Ik ga het even testen. Even testen. Kijk hier dumpen. Oké, even naar de andere kant vliegen. Je moet even kijken waar die uitkomt. Dan kunnen we nog over een bak met lava laten springen ofzo. Waar is mijn karretje? Meneer, waar is mijn karretje? Waar is mijn karretje? Oké, even duwen. Harder. Meer. Dan ben ik benieuwd of het karretje het überhaupt nog wel haalt. Ik vind dat heel triest wat ik net zag. Ik begin wel even hier. Lekker nog op snelheid. Zo, wat? Heb je nog iets meer snelheid, dus dan haalt hij misschien net iets meer. Je weet het niet, hè. Dat is leuk altijd. Je weet het niet. Woesh. Gaat gewoon goed. Yay. Nou, je ziet dus waar het karretje uitkomt. Als je gewoon vanaf hier weer rail doet, dan komt het gewoon goed. Weet je? Dan komt het gewoon goed. Oké, dan. En dan kun je dus hier een dik lavabad doen, waardoor het hele ding afvikt. Super tof. Ja, eigenlijk heb ik ook niet zoveel zin meer om te bouwen. Ik wil niet meteen weer naar het begin toe. Dit wordt sowieso nog een project waarvan ik zeg, wordt vervolgd alsjeblieft. Het wordt dus sowieso vervolgd, ik ga het nog verder uitbreiden. Maar voor nu pomp ik het gewoon even hier aan. En dan is het weer voor nu eventjes gaaf, weet je. Anders krijg je iedere keer van die projecten van mij van, ja, ik maak het een andere keer wel af. En dan staat het allemaal zo half afgemaakt in mijn wereld. Dat vind ik niet mooi. Dus maar voor nu doe ik even gauw alsof het af is. En ik kan nog dit stuk onderbreken. En dan is het niet af. Wat ben je aan het doen, Rick? Nou, dat zie je zo meteen. Voor enkele seconden. Zo moet hij, ja. Dan kan hij mooi zo hierop aansluiten. Met een super jump. Super jump. Super jump. Super jump. Super jump. tip van de dag. Wees niet verkouden, want iedereen denkt dat je 10 pakjes zware shag per dag rookt. Dankjewel. Voor deze tip. Hier moet je eigenlijk helemaal geen torch neerzetten. Je had hem beter ergens halverwege kunnen zetten. Je bent een sukkel. Dankjewel. Zo dan, ding. Yay. Nou, dit was mijn zeer educatieve aflevering van Minecraft. Ik doe maar wat, Kraft. Als je hem niet leuk vond, deel hem dan. En als je hem wel leuk vond, doe dan alsof je hem nooit gezien hebt en praat er niet over met je vrienden.
Ga wel met je vrienden praten over wat je vindt van YouTubers die op de 14e minuut reclame gooien. Doodmaken! Steek ze! Met vuurwapens! Pak een pistool, steek ze met een pistool. Zit een konijn in mijn karretje. Dit is fantastisch. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. En als je hem niet leuk vond, ben je waarschijnlijk een bitch. Tot de volgende aflevering. Mwah! Ik hou van je! Niet! Ha! Ik wel, toch. Tot de volgende aflevering van Ik Doe Maar Watcraft. De vorige aflevering vroeg ik jullie om suggesties. Weet je wat jullie me gaven? Geen suggesties! Jullie zijn echt kut! Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Doe even suggesties, want ik weet het niet meer, man. Ik ga misschien ik kan nog mijn waterraft maken. Heel cool wateravontuur. In het water. Avontuur. Dus ja, anders weet ik het ook niet meer, man. Ik moet opeens weer denken aan dit coole ding. De... Ah, het witte licht zit hier. En waarom is de machine gestopt? Oh nee, ik heb vast de redstone ergens vastgehouden. Dit krijg je dus als ik al die redstone torches ondergrond zet. Ik maak een machines mee kapot. Ah, oh, fuck. Dit is een van mijn favoriete machines. Oh, zie, de redstone is hier overcooked. Ik ga helemaal vastgelopen. Hoe kan het kunnen gebeuren, jongens? Zo, dan maar. Doet hij het weer? Ja, yeah, jij doet het weer! Fucking ja, man! Het is weer heel. Oh. Het komt door deze pressure plate. Die opeens weg is. Je weet wel, die ene waardoor je weer terug kon in game mode. Oh nee, die zat hier. Cool. Toch? Dit was hem toch? Of is dit? Dit is time set. Kut! Ik moet dus weer die pressure plate met game mode waar ik de vorige alleen zo heb lopen kutten, moet ik weer terugzetten. En dat hij dan geen redstone vast laat lopen. Dit is waarom je geen dingen bij elkaar moet bouwen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!